Ja, heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe uitzending van Oude Westen TV, waarin we deze week natuurlijk weer diverse items voorbij gaan zien komen. Ga er lekker voor zitten en heel veel kijkplezier allemaal. Wij zijn, zoals je zegt, Stichting Everyday People, de Engelse benaming voor alledaagse mensen. En dat is ook waar wij als stichting voor staan. Alledaagse mensen zoals jij en ik hier staan. We hebben allemaal een verhaal, we hebben allemaal hulp nodig. En daar zetten wij ons voor in. Van daklozen, thuislozen, eenzame ouderen, kwetsbare kinderen. Daar hebben we de afgelopen jaren heel veel inzet voor verricht. Ik zie wel even. Ik was vanmorgen. Ik heb nog even les gegeven. Daarnaalijk. Kom maar een keer langs, hoor. Ik weet niet hoe oud je nu bent, maar je zegt de kinderdroom. Maar dat kunnen we misschien nog even doen. Ja. Het is een hele kwetsbare doelgroep, een vergeten doelgroep zeg ik altijd zelf. Mensen die heel veel te maken hebben met vooroordelen. Daar was ik ook eentje van, totdat ik in aanraking kwam met deze mensen en in contact kwam met deze mensen. Ja, en eigenlijk mijn vooroordelen smolten als sneeuw voor de zon. Dat ik dacht, oh, maar dit zijn gewoon mensen die een baan hebben gehad. Die door heel veel pech in het leven en geen sociaal vangnet hebben, die ja, op straat terecht zijn gekomen. Dus ik vind het zo belangrijk dat wij als maatschappij ons inzetten voor deze mensen. Ik ben veel meer gaan waarderen wat ik heb en niet gaan kijken naar wat ik niet heb, maar wat ik wel heb. Want als je de verhalen van deze mensen hoort, nogmaals, ik kan hier ook morgen zitten. Dat is mij gewoon heel erg duidelijk geworden, dat dit iedereen kan overkomen, dakloosheid. En ik wil dat ook heel graag aan de mens brengen. Ja, dat we moeten stoppen met vooroordelen van elkaar en meer moeten omkijken naar elkaar. En lukt het ook een beetje? Ja, het lukt zeker. Ja, ik moet zeggen, sinds ik Stichting Everyday People heb, heb ik ook gezien hoeveel de maatschappij wel wil helpen. Anders konden wij ook niet elke maand elk project neerzetten zoals we nu doen. Dus ik zie altijd wel een hele vriendelijke kant van de maatschappij. Want uiteindelijk wil iedereen iemand helpen. Alleen soms weet je niet hoe. Martin! Yes.
Nou, ik was als klein meisje, moet ik zeggen, ook altijd bezig met spullen inzamelen voor bijvoorbeeld kinderen in Afrika. Dus het heeft er altijd wel een beetje ingezeten. Nou, uiteindelijk heb ik ook van het leven ben ik ook een aantal keer knock-out geslagen. Waarin ik dacht, wow, dankzij een opleiding, ondanks een goede baan, familie, vrienden, heb ik me ook heel alleen gevoeld. En een soort schreeuwen in de woestijn. En eigenlijk wil ik dat voor niemand. En een aantal jaren geleden terug was er een dakloze diner in Rotterdam in een heel mooi hotel. En daar ben ik toen gaan helpen met kerst. Omdat ik dacht, nou, in plaats van mezelf zeg maar vol te vreten en allerlei gesprekken te gaan voeren waar ik geen zin in heb, laat ik wat nuttigs gaan doen. En toen ben ik uit mijn bubbel gespat. Toen zag ik mensen die geen eten hebben, die geen dak boven hun hoofd hebben. Ik hoorde hun verhalen. Ik zag hoe hongerig ze waren. En het meeste wat me bij is gebleven is de geur van de mensen. Dat ik dacht, hoe kan je geen douche hebben? Hoe? Alleen maar de vragen hoe. Hoe kunnen mensen in mijn mooie Rotterdam ook onder een brug slapen? En nou ja, toen is eigenlijk het jaar daarop heb ik de eigenaar gevraagd van, joh, mag ik je helpen? Want ik hou wel van een feestje, dus laten we kerstfeest wat mooier maken voor deze mensen. En dat was ook de geboorte van Stichting Everyday People. Mensen kunnen via de website inschrijven, www.everydaypeople.nl als vrijwilliger. Je kan er een donatie doen. Je kan natuurlijk ook ons magazine kopen, dat wil ik toch ook even noemen, hè? Het Everyday People magazine die we laatst hebben uitgebracht. En met de opbrengst kunnen we ook onze projecten financieren. Bent u ook een auteur van grote boeken, bijvoorbeeld grote boeken, bijvoorbeeld net als Boomhutten BV, zulke boeken? Nee, dat nog niet. Ik heb nog steeds wel een plan wat hier een beetje op lijkt met tekst en strip door elkaar heen. En dan wel als een groot boek. Maar dat is tot nu toe alleen maar een plan geweest. Wie weet, als ik een keer tijd heb, dat ik er ook aan ga beginnen. Ja, het is eigenlijk gewoon een heel erg leuk boek. En je kan hier wel echt heel erg van genieten. Ja. Het gaat over een beetje strip. Ja. En het is eigenlijk gewoon een dik boek, maar dan met veel strip. Dat is eigenlijk, vind ik dat, veel leuker dan een dunne stripboek. Ja. Met veel plaatjes. Mm-hmm. En zelf was ik ook jury van lezen. Leuk. En werd ik als eerst ook uitgekozen voor om te lezen. Omdat ik dat zeg maar goed kon. Ja. En ja, dat was het eigenlijk over deze boek. Nou, dat vind ik wel dat je een applausje hebt verdiend, hoor. De meeste wat ik teken zijn wel superhelden strips. Dus ik hoorde hier net al van, ja, ik ben Marvel gek. Ja, ik ook. Ik ben opgegroeid met superhelden strips. Die ben ik eerst vroeger altijd gaan natekenen. Dan had ik mijn Spider-Man'tje erbij, dat ben ik gaan tekenen. Had ik al heel snel spijt van, want Spider-Man is een van de allermoeilijkste stripfiguren die er zijn. Ik zie daar al iemand knikken. Dat is een van de allermoeilijkste stripfiguren om te tekenen. Opening van mijn expositie. Deze expositie hier ben ik de eerste keer. Exposeer ik hier, maar een paar jaar geleden, een jaar of 10 geleden, iemand heeft ook gevraagd, maar dat heb ik niet gedaan. Ik vind het heel jammer. Maar nu denk ik, dat is voor vandaag, heb ik een heleboel werk, die nieuwe werken, die kunnen jullie genieten van mijn werken. En voor mijzelf spreek ik heel weinig. Ik wilde absoluut niets te zeggen, omdat alle mijn werken hebben aparte betekenissen voor mij.
En dat was de mening voor mij. Maar ik denk ik, dat is zo belangrijk en zo. En iedereen kan gewoon genieten en kijken en zien wat ze willen zien van wijze. Alles draaien. Ik wil gewoon eerst niet over mijzelf spreken. Ik wil gewoon zeggen dat is, ik wil bedanken mensen die hebben dat georganiseerd. Dat is Frans Jonker. Eerst wil ik bedanken. Gina wil ik bedanken. Saskia ook, omdat ze heel veel werk gedaan om deze expositie te organiseren. Plus, niet alleen dat, ik wil nog bedanken Koert Dekker, Koert is daar, en nog Jan Sinke, die hebben gisteren heel veel voor mij gedaan. Ze hebben alles opgehangen, alles geholpen, en ik wil dat ook apart bedanken. Dat is het eerst. Tweede wil ik zeggen, dat is niet zoveel over mijzelf, omdat alles wat ik doe, als jullie hebben een folder, staat het op de folders, jullie kunnen lezen, staat het in het Engels en in het Nederlands. Maar ik wilde alleen één klein, vier woorden, één klein dicht lezen, die heeft mijn zusje heeft voor mij geschreven. Dat wil ik lezen. Dat weet ik niet, ben ik een klein beetje, nu is het niet zo te staan, maar toch wil ik dat jullie zo dat horen. Ik wens je bloemen op al je wegen, zon op elke dag. Af en toe iets zeggen en verder alles wat je wensen mag. Dat is mijn zusje heeft voor mij geschreven en dat wil ik doen. Met dat open ik mijn expositie. We zijn in Galerie Seruis. U kunt het op de achtergrond waarschijnlijk al een beetje zien. Mooie kunstwerken. Hier staat Lara, ik spreek het goed uit. Ik wierp net al even een blik op de kunstwerpen en ik zie mensen, portretten. Is dat uw stijl ook toevallig als kunstenares of hoe bent u hier zo opgekomen? Ik ben zelf afgestudeerd in Moskou. Kunstacademie, moderne kunst. Ik schilder al jaren, kan ik zeggen. Dat is bijna 20 jaar in Nederland alleen. Ja, ik doe mijn schilderij gewoon echt met acryl, met olieverf, meestal met olieverf werk ik. En alle mijn schilderijen zijn echt in verschillende technieken en verschillende kleuren. Dat is echt, als je ziet, dat is echt apart. Elke schilderij is voor mij is ook apart. Als ik doe iets, dan doe ik met heel groot plezier, met ziel, ja. En met dromen komen mijn schilderij. En ja, tot zover alweer de uitzending voor deze week. Maar niet getreurd, de volgende keer zijn we natuurlijk gewoon weer bij jullie terug. Bezoek ons via de website www.oudewesten.tv. En vergeet ons niet op social media te checken, Facebook, Twitter en Instagram. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.